Zo, welkom terug iedereen. Dit keer terug een kleine update. Geen format update ditmaal, maar wel een status update. Ik heb namelijk een 40-tal video's online staan nu. Om precies te zijn 41 als deze online komt te staan. En ik heb toevallig net ook 40 volgers, of beter gezegd op dit moment heb ik er 39. Maar eens dat dit filmpje online komt te staan heb ik er misschien 40. Dus een mooi moment om als milestone even bij stil te staan. Sowieso wil ik alle volgers al heel hard bedanken om je op YouTube te volgen. En wil ik de andere mensen die naar mijn filmpjes komen kijken, maar die mij nog niet volgen, aansporen om dat ook te doen. Het voordeel van mij te volgen is dat je een melding krijgt als er een nieuw filmpje online komt te staan. Een andere manier om meldingen te krijgen van nieuwe content die beschikbaar komt, is mij te volgen op Twitter. Je kan mij vinden op de handle @fotoleer, waarbij fotoleer gespeld wordt als F-O-T-O-L-E-E-R, van foto en leren. Mijn YouTube en mijn Twitter-account zijn aan elkaar gekoppeld, dus telkens als er een nieuwe video op YouTube verschijnt, zal het ook via Twitter gemeld worden. Voor de rest, als je naar mijn YouTube-pagina gaat, dan zal je zien dat ik, of je volgt mijn Twitter-account, dan zal je zien dat ik de laatste tijd meer en meer begin te werken met playlists. Dus een playlist is eigenlijk gewoon een verzameling van een aantal video's die om de een of andere reden bij elkaar horen. Dat maakt het iets gemakkelijker als je naar mijn kanaal gaat en je bent op zoek naar een bepaald type inhoud. Bijvoorbeeld alles rond analoge fotografie, dan kan je dat gemakkelijk vinden onder de playlist analoge fotografie. Zo heb ik ook een playlist digitale fotografie. Andere playlists waar ik momenteel aan denk zijn mediumformaat fotografie heb ik ook al staan. Ik heb ook een rond videografie, het maken van filmpjes, dus eigenlijk hetgeen wat ik nu doe. En dan heb ik nog een aantal playlists rond instellingen, rond belichtingen, rond studiowerk en dergelijke meer. Dus als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp, zeker naar mijn YouTube pagina gaan kijken. En dan zie je al direct een aantal playlists verschijnen. Opnieuw bedankt voor jullie aandacht en ik hoop dat ik nog heel veel filmpjes kan... Ja, voor ik afsluit nog een kleine oproep aan iedereen die mij volgt. Om vooral ook feedback na te laten aan iedereen die mij nog niet volgt, om mij eerst te volgen. En vervolgens feedback na te laten. Waarom? Ik ben op zoek naar feedback. Om de eenvoudige reden dat het door feedback is dat ik kan groeien. Je kan feedback nalaten op mijn kanaal via Twitter. Je kan een privébericht sturen als je liever niet publiek reageert. Je mag me ook een mailtje sturen, hoe dan ook. Bezorg mij jullie feedback als je bepaalde inhoud wel of niet graag te zien krijgt. Als je bepaalde kenmerken van mijn video's niet aangenaam vindt of mijn manier van presenteren of wat dan ook. Alle feedback is welkom. Net als bij fotografie is bij videografie feedback heel belangrijk. Juist om te evalueren in je werk. Dus het is zo dat ik nu al een aantal filmpjes gemaakt heb. 40 zoals ik eerder al zei. Ik heb nu echt wel nood aan feedback om ook te weten wat er nog moet wijzen. Ik heb nog heel veel ideeën. Ik heb nog enorm veel te vertellen en te doen. Maar alle feedback is dus meer dan welkom om de manier waarop ik die ideeën verder uitwerk en de manier waarop ik die vertel te optimaliseren. Dus bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.